Hoi lieverd. Namaste. Dikke kussen. Welkom bij deze video waarin ik de energie van de volle maan ga bespreken. Volle maan van 14 september 2019. Waarin we volgens mij nog steeds zitten. Ja, dat klopt. En deze volle maan heet de oogstmaan. En dat betekent dat waar wij de afgelopen maanden aan hebben gewerkt, dat wij dat nu mogen gaan oogsten de komende periode. De maand 9 hè, van het getal 9 van de maand september is echt een afrondingsmaand. En dat betekent dat waar wij nog niet echt die knopen hadden doorgehakt, dat we ontzettend door de energie geduwd worden om beslissingen te gaan maken voor onszelf. En deze video ik heb hier allemaal kaarten, het ligt hier echt helemaal vol met allemaal kaarten. Jullie kunnen het niet zien, maar er ligt hier vol met edelstenen. Met krachtdieren ook, het vol mee staat. Papegaai voor de keelchakra. Ga ik vertellen aan de hand van de kaarten wat er in tweelingzielenland gaat gebeuren met de volle maan en de 2 weken daarna afnemende maan. Maar de volle maan is echt het knalpunt, het duwpunt voor ons om ons nieuwe begin in te gaan stappen. Tot 18 september staan de planeten nog in een dusdanige vorm met Saturnus nog in achteruit. Dat we echt nu nog geremd worden in, waar mogen we onze grenzen nog beter leren aangeven. Dat is echt waar Saturnus voor staat. Dus waar gaan wij zelf nog over onze grenzen heen? Wanneer een planeet in achteruit staat, betekent het altijd dat er meer wordt ingezoomd op dat onderwerp waar de planeet de energie voor brengt. En dat is dus jouw eigen grenzen. En die gaan dus ook op ten aanzien van onze tweelingziel. Of de ander daar nou iets mee te maken heeft, ja of nee. Het gebeurt heel veel ook in ons eigen hoofd. En hoe wij dat dus verbinden ook weer aan gedachten, onze energie en onze aandacht. Dat heeft ook te maken met grenzen en het overnemen van andermans energie. Ik heb deze kaart in mijn hand, maar de kaarten die mij als eerste roepen, die ik er nu even bij ga pakken, zijn de romantische engelenkaarten. Dus ik ga gewoon kaarten trekken. Wat staat er te gebeuren? Lieve spirit, help mij met het trekken van de juiste kaarten voor dit collectief en het uitleggen van de boodschappen daarbij. Kinderen hebben een invloed op je liefdesleven. Nou, dat betekent dus, zal ik zo gaan praten alsof het kind zo aan het praten is? Zo. Kinderen hebben een invloed op je liefdesleven, dus dat betekent familiekarma. Dat betekent dus dat wij nu met deze volle maan echt voor een omkantelmoment staan om echt ons innerlijke kind te gaan zien. Dus niet alleen maar, innerlijke kindheling betekent dus niet alleen maar het zien van onze pijn en daar ruimte aan geven en daar verlichting aan bieden, maar echt kinderen houden van spelen. Ik was vandaag, fietste ik door de regen, toen ging ik echt, ik heb zo'n heel mooi prachtig kaartendek gekocht voor de tarotreading. Ik was zo enthousiast dat het regende echt mee en ik dacht, ik ga naar buiten, ik ga de kaartendek ophalen. Maar vervolgens stond ik even aan het water en ik kijk zo links van me en er is een speelplein, een school met kinderen. En die kinderen die zijn lekker aan het schommelen en die vinden het allemaal prima. Die kijken niet om een drupje. Oh, het regent, oh, ik ga maar niet naar buiten. Kinderen die zijn er helemaal niet mee bezig. Die zijn lekker uit hun hoofd. Die zijn lekker aan het aarden. Die zijn aan het schommelen en aan het doen. Ook niet alle kinderen. Kinderen zijn mindful nog. En dat betekent dat ze aanwezig zijn met hun gedachten in het hier en nu. Dus kom terug. Leef niet in het verleden met je aandacht. Leef ook niet in de toekomst. Kom terug bij dat kind in jouzelf. Spiegelbeeld. Kom terug bij dat kind in jouzelf. Die playfulness is heel erg belangrijk. Nog een kaart hiervan. Heel spoedig. Heel spoedig. Dus dat betekent dat wanneer jij de beslissing neemt voor jouzelf om echt dat familiekarma te gaan doorbreken. En dat kan dus zo zijn dat dat heeft te maken met
jouw ouders en vergeving naar jouw ouders. Het kan ook zo zijn dat jij op dit moment nog in een karmische relatie bent. En misschien ben jij wel een divine masculine die nu aan het kijken is en die in een relatie zit. Dat betekent dus dat het heel belangrijk is dat je gaat kijken naar wat heb ik te leren in deze karmische relatie. Hè? En welke lessen mag ik leren zodat ik naar mijn nieuwe begin voor mezelf kan gaan bewegen. Wanneer je de beslissing daartoe neemt, zal dat heel spoedig gaan plaatsvinden in jouw buitenwereld. En dat betekent dus ook, hè, over Divine Masculines gesproken. Hè, ik geef de boodschappen vanuit het standpunt van Divine Feminine, want ik ben zelf een Divine Feminine, al channel ik allebei de energieën. Maakt dus ook niet uit, hè, of je nou in een mannenlichaam zit of in een vrouwenlichaam. Het kan zijn dat de vrouwelijke energie bij jou sterker is of de mannelijke energie. Het kan dus ook zo zijn dat jij met jouw tweelingziel dus andersom hield. Dat jij als Divine Masculine niet degene bent die de afstand heeft genomen, maar juist jouw Divine Feminine heeft gezegd van even nu die afstand erin. Maar in ieder geval voor de Divine Masculines, hè, vanuit mijn eigen standpunt en ook de standpunt van het collectief, gaat het dus zo gebeuren dat de Divine Masculines echt gedrukt en gedwongen gaan worden nu met deze volle maan om het te gaan loslaten. Hè, vanochtend heb ik ook een post geplaatst in de Tweelingzielen Tarot groep. Wanneer je deze video kijkt, is dat natuurlijk niet meer dezelfde ochtend. Maar daarin kwam ook heel sterk naar voren om echt, hè, de aandacht te gaan leggen op de eigen reis. Om wat mag ik nog helen? Wat moet ik loslaten voor mijn eigen karma-eindes? En geef uiting aan je liefde. Hele mooie kaarten. Geef uiting aan je liefde. Je ziet hier de man en vrouw bij elkaar. En het uiting geven aan jouw liefde betekent echt het uiting geven aan de liefde voor jouzelf. De liefde voor jouzelf. He? En dat is dus het doorbreken van karma waar we dus nu voor staan. En waar de Divine Masculines vooral ook voor staan. He? Maar ook wij als Feminines staan daarvoor. Dus dat betekent ook dat jij als Feminine, dat het belangrijk is om keuzes te maken voor jezelf. Waar ga ik niet meer mijn aandacht op richten? He? Waar ga ik wel mijn aandacht op richten? Op mijn eigen missie. En verzoening ligt in het verschiet. Heel mooi. En deze kaart trek ik al een tijdje, verzoening. Dus dat betekent echt, en dat voel ik ook heel sterk, dat, hè, de maand september nu is een afrondingsmaand. Dus neem deze periode, deze, wat is het, 2,5 week nog, wat volgt, volledig voor jezelf om de aandacht op jezelf te richten. Op het loslaten van jou, al jouw losse eindjes. Hè, om beter voor jezelf te zorgen, om focus te hebben. Dat soort dingen zijn nu belangrijk. Misschien ben jij met een bedrijf bezig, het speelt allemaal mee. He, of bijvoorbeeld met geld. Richt de aandacht op jezelf. En dan zul je dus zien dat dat vanzelf gaat verschuiven in jouw buitenwereld. En dan ben jij er klaar voor jezelf. Dan heb jij je klaargemaakt om in oktober jouw nieuwe begin te gaan beginnen. Oktober is de maand met het getal 1, 0 en 10. Dus dat betekent het getal 0 is zero point. Manifesteren van 0. He, van scratch. Jij kunt alles nog bedenken in je leven. En de 1 staat echt voor new beginnings. Dus gun jezelf ook dat nieuwe begin. Oké, nou direct al deze kaart wat omhoog komt. Is judgment. Dus wat betekent dit? Dat betekent dat op dit moment de Divine Masculines heel erg bezig zijn met het loslaten van alle oordelen naar zichzelf. Dus dat betekent oordelen van schaamte. Hè? Jouw Divine Masculine kan heel veel schaamte hebben ten opzichte van jou. Dat hij het op een bepaalde manier heeft aangepakt. Het contact met jullie. Daar kan hij zich voor schamen. Wat hij ook eerst moet gaan doorwerken. Welk oordeel hij moet loslaten. Wil hij dus naar voren treden in jullie buitenwereld richting jou. En weer contact zoeken. Schaamte ten opzichte van jou. Maar ook schaamte naar zichzelf. Want alles waar hij nu in heling mee bezig is. Is nodig voor hem om zich weer man te kunnen voelen. He, om zich weer veilig te kunnen voelen. Maar ook om zich krachtig genoeg te voelen om jou als vrouw zijnde iets te kunnen bieden. En dit is iets wat ik heel sterk voel doorkomen voor het collectief. Is dat er bij de Divine Masculines heel erg speelt dat zij minder waardig zijn. Dat zij niet waardig genoeg zijn aan de liefde van hun counterpart. He, de liefde van hun tweelingziel. Wat erbij heel sterk naar boven komt is
mijn nieuwe dek wat gehoord wil worden. Met boodschappen. Ik zag net het getal 55 op de teller. Echt het getal van new beginnings. Oké. Ja, legal or contract matters krijg ik naar voren. Nou, je ziet het niet. Het heeft niet zoveel zin. Maar legal or contract matters. Dus dat betekent dat dat echt die karmische band is. En het kan ook voor sommigen van jullie betekenen dat er voor degene die kijken dat er dingen lopen in de buitenwereld. Wat te maken heeft met bepaalde contracten. Dus dat kunnen zijn werkcontracten. Dat kunnen zijn contracten, dus zielscontracten voornamelijk ook. Het oplossen dus van die karmische eindjes. Dus ook wanneer jouw tweelingziel op dit moment nog in een relatie zit, betekent het dat hij daarin nog niet zijn karma heeft opgelost. Wanneer jij op dit moment nog in een relatie zit, betekent het dat jij ook nog je karma aan het oplossen bent. Maar het is wel belangrijk dat daarin dus keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Dan krijg ik nog de kaart door Liar. Met het getal 11. Liar, liar, pants on fire. Nou, dat moet je niet willen, denk ik. Liar, wat die kaart heel sterk doorgeeft, is dat er dat de waarheid niet wordt gesproken. En wat op dit moment speelt heel sterk, en dat speelt zowel bij de Divine Feminines als de Divine Masculines, bij een heel groot deel van het collectief, is dat er bij hem en haar allebei speelt dat zij niet eerlijk zijn ten opzichte van zichzelf. Niet eerlijk zijn ten opzichte van wat zij voelen en wat zij willen. En je kunt pas verwachten dat er liefde op jouw pad komt, in welke vorm dan ook. Grootsheid en krachtig en fantastisch en prachtig. En wat voor mooie, vergrotende woorden hebben we nog meer. En amazing. Dat kan dus pas op het moment dat jij, kom ik weer met die vinger, eerlijk bent naar jezelf. En je kunt dus niet verwachten dat jouw tweelingziel eerlijk is naar jou. En zijn emoties gaat uit en zijn gevoelens bij jou op tafel legt. Op het moment dat jij niet jouw eigen gevoelens ziet en hoort. Op het moment dat jij niet jouw mooiste leven leidt, kun je niet van jouw tweelingziel verwachten dat hij jou dan wel jouw mooiste leven zal gaan geven. He, dus dat is echt een iets wat heel belangrijk is om dat dus binnenin jouzelf te zoeken eerst. Even kijken, wat komt er nog meer? Oeh, er vliegen een paar kaarten uit. Ja. Business and avoidance. Dus wat speelt er nu op dit moment nog? En dat kan bij jou dus ook spelen. Business and avoidance. Dat betekent dus 9 is business. Hè? Een getal 9. Dus dat is echt het getal van afronding nu deze maand. Van september. Dus dat betekent dat heel veel van ons en ook jouw Divine Masculine mogelijk kan zijn gericht op zijn bedrijf. Hè? Of op geld of op stabiliteit voor zichzelf te verwerven. Ik weet bijvoorbeeld van mijn tweelingziel, die is op dit moment echt bezig met zijn eigen bedrijf op te starten. Hij staat nu voor een heel nieuw hoofdstuk met zijn bedrijf. En ik weet ook dat dat nu op dit moment heel veel energie voor hem kost. Omdat ik dit vorig jaar precies hetzelfde zo heb gehad. Dus het is echt bizar. Hij loopt echt exact dezelfde cyclus als wat ik loop. Alleen gewoon een jaar later. Zo'n beetje. Dus ik weet gewoon wat er staat te gebeuren voor hem. En ik weet ook, nu op dit moment is mijn business ook weer in een stroomversnelling geraakt. Dus ik ga een level up in mijn business. Dus dat betekent voor velen van ons, hè, die gaan hun zielsmissie nu meer vinden en meer vormgeven. En dat geldt dus ook voor de Divine Masculines. Waar dus ruimte en tijd voor nodig is. Maar dat betekent nu dus deze maand ook dat hij daarop gericht is. En jij daar ook gericht op moet zijn als dit voor jou geldt. Dus niet bezig met, oh, waar zou hij mee bezig zijn? Oh, ziet hij me al? Oh, gaat hij al een bericht naar me sturen? Nee, echt bezig met jouw eigen business. En avoidance komt sterk naar voren. En avoidance zegt dus echt, nog eventjes wat ik nog doorkrijg is, die business is dus echt de maand september. Dus na september, de nieuwe maand van september, 28 september, luidt eigenlijk het nieuwe begin van oktober al in.
Dus vanaf dat moment kun je verwachten dat je het gewoon rustiger gaat krijgen in jouw buitenwereld. Hè? Mochten dingen heel... Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, denk ik, het is zo hectisch. Echt, de readingen stromen binnen waar ik super dankbaar voor ben. En ook allemaal inzichten wat ik nu binnen heb gekregen. Dus ik ben alle ballen nu tegelijkertijd zo aan het hoog houden. Het is een soort van jong leren, weet je wel, zo. Met drie van die balletjes. Maar ik weet ook gewoon, dat inzicht heb ik eerder vanochtend gekregen, dat ik dat losgelaten gaat worden eind september. Dus daarna, hè, dan hebben we de afnemende maan gehad. Dan zijn tot aan 18 september velen van ons ontwaakt. En die gaan dan echt kiezen voor, oké, ik ga er nu voor. Ik ga echt vol voor die missie. Hè, ik zet me volledig daarvoor. En dus ook, ik zet me volledig daarvoor in. Dus ook jouw divine masculine. En die gaat dan vol die focus daarop richten. En laat dat dus gebeuren. En doe dat ook voor jouzelf, zodat jullie allebei die aarding kunnen krijgen en vanaf daar dus in een nieuw begin kunnen raken. Allebei, hè? Ace of Pentacles. Ik hoef geen kaarten meer te trekken. Ik noem ze gewoon zo op, zo op. Avoidance komt dus naar voren. Dus stel het niet langer uit. Stel het niet langer uit. Deze kaart herken ik ook heel goed. Want de afgelopen paar dagen heb ik ook de hele tijd voor me uitgeschoven. Dat ik denk, het hoeft toch niet zo. En dit is dus ook wat ik heel erg sterk voel voor de Divine Masculines. Ik voelde het voor mijn Divine Masculine heel sterk. Dat hij echt de keuze gaat maken voor zichzelf en voor zijn eigen zielsmissie. Dat hij dat echt helemaal tot aan het laatste moment aan het uitstellen is. Dus hè, dat de energie hem duwt, nog meer blijft duwen. En echt die rand overkaalt gewoon. Zo moet je het zien. Gewoon take a deep dive. En dan pas dat die angst doorbroken gaat worden. Dus geef dat de tijd. Hè. Dat heeft dus tijd nodig om meer geduld te worden. En aartsengel Michael is bij het tweelingzielencollectief. Dus dat staat te gebeuren. Dat is inevitable. Dat kan gewoon niet anders als dat dus gaat ontwaken. Nou, ik heb echt een super mooi nieuw deck ook. Ik heb alleen maar nieuwe decks besteld en gekocht. Dat is echt me zo blij. Maakte dit open en zit zo'n kracht aan. Dit is het Spirit Animal deck. Het tarot deck ook. En hier zit zo'n kracht aan van deze kaarten. En nou, deze kaart zegt dus ook direct mooi. En daarom riep dit deck mij ook. Spirit of Freedom. Hè, dit is, je ziet hier ook unicorn. Hè, een vliegend paard. Weet eigenlijk niet. Heeft hij... Nee, hij heeft helemaal geen unicorn. Een vliegend paard met vleugels. Hè, wat je hier dus van de boodschap hiervan krijgt is sla je vleugels uit. He, verbind je met de maan ook die je hier ziet om inzichten te kunnen verkrijgen voor jouw eigen proces. Maar wat vooral ook belangrijk is wat deze kaart vertelt is laat je dragen door de liefde. Laat je dragen door de liefde. He, paard is een krachtdier wat moed geeft, doorzettingsvermogen. En al die kwaliteiten, moed, doorzettingsvermogen, kracht, dat zit allemaal in jou. En dat kun je eruit halen door dus jezelf over te geven aan de liefde. Dus door echt in surrender modus te gaan. En echt te zeggen van oké, vertel het me maar. Welke stappen mag ik nemen? He, verbinding te maken met je gidsen. Heb je bijvoorbeeld krachtdier, wou ik zeggen. Krachtdier Celestine. Heb je bijvoorbeeld edelsteen Celestine. Is een hele mooie engelensteen. Die er echt voor zorgt dat je beter verbinding kunt maken met je gidsen. Dat het meer gaat stromen bij je keelchakra. Smit zo niet. Is daar ook een hele mooie edelsteen voor die verbinding versterkt. Maak verbinding met je gidsen. He, zorg ervoor dat je meer rust in je geest creëert. Apatiet is ook nog een hele mooie glinsterende steen. He, die steen zorgt er dus ook voor dat je meer rust bij jezelf vindt. En dat je meer helder kunt gaan zien. En beter stappen en beslissingen dus voor jezelf kunt gaan nemen. En wat dus heel erg belangrijk is dus heel mooi Lion, Ruler of the Open Heart. En wat daarin dus heel erg belangrijk, dit is echt de strength kaart, hè? Kracht is dus belangrijk, moed en doorzettingsvermogen. Ruler of the Open Heart, betekent dus echt dat je je hart open zal moeten doen, open zal moeten houden voor die goddelijke stroom van de liefde. En wanneer die stroom dus bij jou binnen kan komen, dan voel jij die kracht. Dan voel jij dus de energetische frequentie van de liefde. En dan hoef je niet meer na te denken over jouw stappen. Dan voel je gewoon, het stroomt en ik ga actie ondernemen en ik ga ervoor. Hè, dat willen we, dat is de bedoeling.
Dit deck gebruik ik trouwens, hè, als jij in jouw tweelingzielenreis meer wilt weten over wat er in jouw toekomst staat te gebeuren voor jullie beiden. Dan gebruik ik dit Spirit of the Animal Oracle deck. Het is echt super mooi. Ook voor de tweelingzielenreis, maar ook voor jouw eigen missie. Dus als jij zegt van ja, hè, ik weet in mijn tweelingzielenreis, ik weet dat ik de aandacht op mezelf moet leggen, dat ik met mijn eigen missie aan de slag moet. Maar ja, waar moet ik beginnen? Ik weet het gewoon niet zo goed. Dan krijg je vanuit de krachtdieren dus. En dan krijg je dus ook echt dieren mee. Dus heb je bijvoorbeeld hier een sea turtle. Het is echt een prachtig deck. Hè, een swan heb je hier. Dan krijg je dus ook echt boodschappen van de krachtdieren mee voor jouw eigen missie. Dus wat staat jou nou te doen de komende periode? Maar ook veel specifieker, hè? Dus wat ga jij, mag jij gaan uitdragen de wereld in? Want wij zijn met alle zielen zijn wij als ziel teruggekomen hier op aarde met hele specifieke, concrete dingen wat we mogen gaan doen. Zo trok ik bijvoorbeeld gisteren uit de kaart heel mooi dat het echt voor mij... Mijn doel is om echt hartopening te veroorzaken bij anderen. De compassie bij anderen te vergroten voor zichzelf. En dat blijkt echt volledig uit mijn missie. Ik ben echt zo dankbaar en happy. Dus dat kun je dus met deze kaarten en ook nog een ander prachtig deck van de boodschappen van de dieren dus meekrijgen. Ik zal nog even kijken. Oké, dit zijn de boodschappen hiervan. Dan... Nog even terug naar dit deck, want er wil nog wat gezegd worden. Wait! Of, als je het leest. Tio is de boodschap. Tio. Wait. Dus dat betekent echt, heb geduld. Divine timing. Hè? Niets gebeurt eerder dan dat het dient te gebeuren. Want vergeet niet, lieve ziel, wij zijn allemaal aan elkaar verbonden. Allemaal. Dus het leven is één grote cyclus. Dus dat betekent dat als de bijen er niet zouden zijn, zouden de bloemen niet bestuift of whatever. He, en dan kan er weer iets weer niet groeien. He, en lekker vaag beschrijf ik dat ook. Hè? Nou, misschien weet je wat een bij doet of niet helemaal. Ik kennelijk niet helemaal, maar hij doet iets met bevruchten of bestuiven of whatever. Hè? Maar zo werkt alles dus weer op elkaar door. Zo zijn de paarden er dus gekomen, hè, vroeger, om dus de indianen te helpen te vervoeren. Als die paarden er niet waren geweest, dan konden de indianen nooit zo'n stuk land overbruggen in een vrij kortere tijd. En die indianen worden weer op een bepaalde plek gebracht om daar weer een doel te vervullen. En zo word je dus allemaal, wij allemaal, op een bepaalde plek gebracht. Met bepaalde personen in contact gebracht. Hè? En wanneer wij daar dus nog niet klaar voor zijn om die personen weer te ontmoeten in ons leven, dan wordt daar nog afstand in gehouden. En daar zorgen de engelen dus ook voor. Net zoals de engelen ervoor zorgen om echt die duw te geven, ons nieuwe begin in, zorgen de engelen er ook voor dat het soms dus nog niet de juiste tijd is. Oké. Mag hier nog een kaart van naar boven komen? Wil er nog iets gezegd worden vanuit het tarot? Ja, oké. De wiel. He, weet, het wiel zal weer gaan draaien. Maar wat daarvoor nodig is, is eerst loslaten. Dus er kan pas verandering plaatsvinden in jouw buitenwereld wanneer jij loslaat. En dan trekt ook deze kaart mij nog, de Five of Swords. En deze kaart, choices maken. Mooi, de lovers. Keuzes maken. He, keuzes maken is belangrijk. Als jij voor jouzelf een nieuw begin wil manifesteren, zul je keuzes moeten maken. En wat deze kaart mij heel sterk vertelt, het wiel kan pas weer gaan draaien op het moment dat jij ervoor kiest om los te laten. Om jouw oude leven los te laten. Om te kiezen voor jouzelf. En dat is echt de cyclus, hè, hoe het ook gaat. Ik heb daar ook nog over geschreven op Facebook. De cyclus hoe het gaat is dat we eerst moeten loslaten. Dan pas komt de ruimte in ons energieveld voor het nieuwe. Dan kan die nieuwe energie meer gaan stromen. En dan kunnen we dus gaan manifesteren en trekken we steeds meer, stap voor stap voor stap, trekken we steeds meer aan wat we willen in ons leven.
Dus dat zal beginnen met dat er eerst iets kleins voor jou op je pad komt. En dat zal dan groeien naar weer iets groters. En naar weer iets groters. Totdat het uiteindelijk is gegroeid naar precies de plek waar jij wilt zijn. En tot verzoening met jouw tweelingziel. Tot samenkomst van jullie beiden. Maar dat gaat in stapjes en dat gaat in fases. En we willen het soms veel te snel. Ik heb vooral heel lang zo'n periode gehad. Dat ik alsof het was, dat ik op de klok aan het kijken was. Zo van, nou, we zijn nu alweer een week verder. En ik zie nog niks. Wat is er nou gebeurd in je buitenwereld? Ben je al geheeld? Ben je al klaar om een relatie met mij aan te gaan? Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar dat zit zo vastgeroest in ons systeem. En als ik ook terugkijk naar mijn relatiepatroon, was dat wat ik deed. Het was echt van, hey, oh, leuk, ik ontmoet je. Oh, je vindt me leuk. Je vindt me leuk. Je vindt me leuk. Oh, ik ben helemaal blij. Je vindt me leuk. Je vindt me leuk. Nou, dan ging ik op 2 dates en had ik een relatie met zo'n jongen. Dus dat zit zo in mijn systeem vastgeroest. Maar als je, hè, dat is ook mooi, stabiliteit wilt in je leven. Wat nou deze man met het net openmaken, snap ik niet helemaal. Dit correspondeert niet echt. Maar als je stabiliteit wil in je leven. Oh, vissen. Emotionele stabiliteit. Dus als je stabiliteit wilt in je leven. Je wil een stabiele relatie, wil je. Hè? En je wil uiteindelijk dus een proposal kunnen ontvangen. En dit zegt dan voor mogelijk voor sommigen van ons echt een proposal om ten huwelijk gevraagd te worden. Maar ook proposals met dat er een bepaald voorstel komt van zullen we elkaar ontmoeten of zo. Hè, als je wilt dat dat gebeurt, zul je dat de tijd moeten geven. Je zult de ander de tijd moeten geven om zelf te helen en ook zelf die stabiliteit bij zichzelf te kunnen vinden. En dus keuzes maken. Want wanneer je geen keuze maakt, kan die energie niet stromen in je buitenwereld. Kan die energie niet flowen. En de 5 of Swords zegt nog, doe er alles aan. Ga overwijken om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe begin in kan gaan. En als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld. Ik heb zoveel readings nu. Maar ik ben ook bezig met een cursus. Manifesteren met de energie van de maan. Zo leuk. Hè, dat kwam al in me op. En dat heb ik uitgesteld. Totdat ik nu zo sterk voel dat het nu, het moet eruit. Want het is divine gestuurd. Goddelijk gestuurd. Dus het is de bedoeling dat het eruit gaat. Zodat zielen daarmee kunnen helen. En dat is mijn missie. Dus het is de bedoeling dat ik dat eruit breng. Maar dat heb ik zo lang uitgesteld dat ik nu geduwd word van je moet nu de focus hebben. En ik doe er nu ook alles aan. Dus echt alles moet ervoor wijken dat ik die cursus af ga krijgen. En dat betekent dus dat dat is waar jouw aandacht nu op dit moment mag liggen. Even kijken, nog een laatste kaart van het tarot. Ja, misschien even laten weten. Hoe voelt onze Divine Masculine zich op dit moment? Ja, nou die hadden we net al, hè. Judgment. Dus echt het loslaten. Misschien nog wat verheldering daarover. Echt het loslaten van die oordelen naar zichzelf. Daar is hij op dit moment mee bezig. Want pas wanneer hij zich echt vol man kan voelen. En echt vol kan voelen. Vol kan voelen dat hij het waard is. Zal hij toenadering zoeken. 3 of Pentacles wat bij hem speelt. En dat betekent dus echt. Dit is het lesgeven aan anderen. Hè? Maar wat deze kaart mij heel sterk doorgeeft. Is het vormgeven van zijn eigen missie. Dus het vormgeven van zijn, dit speelt in zijn buitenwereld. Dus het vormgeven van zijn buitenwereld, van zijn eigen missie. En wat hij dus in de aardse wereld, hè, dat is ook de pentacle. Dus echt de pentacle is echt van aarding. In zijn aardse wereld. Oh, ik denk in hele, wat gebeurt er? Ik krijg een melding, batterij bijna leeg. Ik dacht, oh, de video houdt ermee op. Die telefoon, het echt af en toe is het zo lekker chaos. Hè? Dus echt dat vormgeven van zijn missie in de buitenwereld. Dus het kwam net ook al naar voren, hè? Als bezig zijn met zijn bedrijf. Maar daar mag dus nu echt zijn aandacht vol op liggen. Dus geef hem ook die ruimte. En neem zelf ook die ruimte. Wat er in zijn hoofd speelt. Oké.
Princess of Swords. Dus wat er... Princess. Prinses, helemaal geen prinses. Deze heeft gewoon een piemeltje hoor. Het is, heeft misschien wel lang haar, maar het is wel een mannetje. The Prince of Swords. Wat er speelt in zijn hoofd is een ontwaken. Wat er nu aan het plaatsvinden is. Maar er speelt nog een soort van... deze kaart staat echt voor rushing in. Dus aan de ene kant krijg ik door dat de dingen nu heel snel gaan bij hem. Waardoor hij bepaalde chaos in zijn hoofd heeft. Waarbij hij heel erg het nodig heeft. Dat zie ik ook aan mezelf. Hè? Ik channel ook de mannelijke energie. En ik zie aan mezelf dat ik heel erg die focus nodig heb. Maar dat heeft jouw Divine Masculine dus ook nodig. Dus die heeft echt de aandacht nodig op dus, oké, het doorsnijden van die karmische banden staat deze kaart ook voor. En echt het tying up loose ends is wat ik te horen krijg. Is echt het moet ik het gaan betalen naar Nederland, denk ik. Ik weet niet wat het is in het Nederland. Het vastknopen, het ontknopen, het doorsnijden van losse, het afronden van losse eindjes. Dat is hem. Het afronden van losse eindjes. En er speelt een soort van ook nog een soort van haast in zijn hoofd. Alsof hij daar dus haast mee heeft. En dat tekortkoming, want daar komt die haast vandaan. Hè? Dat gevoel dat we tekortkomen. Ik weet niet waarom ik dit eet, maar dat gebeurde zo. Dat gevoel van het tekortkomen is iets waar hij nu op dit moment nog aan moet gaan werken. En dat zal dus, wanneer hij dus meer gaat ontwaken voor de liefde in zichzelf, dan zal dat gevoel van tekortkoming dus minder worden. Deze kaart trok me ook nog. En deze ook heel sterk. En dat is dus echt het loslaten van dat hartzeer wat nu voor de deur staat. Doorbreken van die karmische cyclus. En het aflaten sterven van het oude deel van onszelf. En dat geldt voor iedereen weer op een andere manier. Dus voor de een kan dat betekenen dat jij een geheel iets achter jou laat. Hè? Dat je een baan opzegt. Of dat je een heel nieuw eetpatroon voor jezelf gaat inlassen. Of dat je ineens meer gaat aarden. Dat je dus wel naar buiten gaat. Terwijl je dat voorheen helemaal niet deed. Dat zijn allemaal oude delen van jouzelf. Die jou dus vasthielden in dat hartzeer. Wat jij daarmee laat afsterven. Maar de bedoeling is dus wel dat je het laat afsterven. En dat je het loslaat. En dat is nu wat er de komende periode mag gaan plaatsvinden. Mooi, nog even. Blijf maar roepen dit. Jeetje, nog één laatste dan. Oké dan. De kaarten die nog als laatste. Ace of Cups, dus dat betekent echt een nieuw emotioneel begin. Dus een betere verbinding tussen jullie. He, dus verzoening zal plaatsvinden, maar voor iedereen op een andere manier. De ene tweelingzielenpaar is al zover dat er in meer diepgang over de emoties kan worden gesproken. Dat er echt meer de waarheid wordt geuit naar elkaar. En andere tweelingzielen, dan spreek ik voornamelijk over die net bezig zijn met ontwaken en die zich nog in groep 1 bevinden. En meer over de groepen vind je op Instagram, in mijn hoogtepunten. Dus voor hen zal het zo zijn dat er misschien minder wordt gesproken vanuit de emoties. Omdat beide partijen nog niet goed bij de eigen emoties kunnen komen. Maar hoe dan ook betekent een Ace of Cups ook voor alle groepen een nieuw emotioneel begin. Dus het meer zien van onze eigen emoties. Een betere stroming van de fountain. Een betere stroming en van de duif die je zag op de kaart. Echt meer innerlijke vrede. En dat is dus ook wat de Four of Swords ons zegt. Meer rust in jouw geest. En oktober is de maand waarin de man en de vrouw weer bij elkaar komen. Je denkt, wat doet ze toch de hele tijd zo? Daar staat mijn tarotdoos hierachter. Dus ik gooi steeds zo die kaarten weer erin. Oktober is de maand waarin de man en de vrouw in ons weer bij elkaar zullen komen. Dus weer in een rustige vaarwater zullen raken. Ook in onze geest. Maar daarvoor is het wel echt ook nodig om dus heel bewust die rust te nemen. Om je dus over te geven en om even uit te zuchten. Ten of Cups. Jouw gezinsleven. Hè? Jouw geheelde vader en moeder in jou. En het zien van jouw innerlijke kinderen. Als jij dit wil in jouw buitenwereld. Als jij dit wil dat het gaat naar een Ten of Pentacles voor jou. Naar jouw buitenwereld. Zul je dit eerst binnenin jou moeten creëren. En dat is wat er nu de komende periode mag gaan gebeuren. Dan hebben we de Ace of Pentacles mag zich gaan versterken. De Ace of Pentacles is echt jouw nieuwe aardse begin.
een nieuw aards begin. Dus er gaan veranderingen plaatsvinden in jouw buitenwereld. En die zijn nu ook zeker al gaande, dat weet ik zeker. En dat mag je gaan laten gebeuren. Dat mag je gaan doorvoeren. Maar maak dus die keuze. En al helemaal als jij dus als man en vrouw bij elkaar wil komen als lovers, maak dus die keuze voor jezelf. Nou, alleen even een van die kaarten laten zien. Ook heel mooi deck wat ik ga gebruiken. Heel mooi. Dit deck wordt ook gebruikt voor jouw eigen missie, maar ook voor jouw tweelingzielenreis. Gebruik in de tarot readings. Butterfly zegt echt transformatie. Vos zegt nee, meer afstand van jouw emoties. En ga meer observeren. En heel mooi, deze kaarten kwamen ook allemaal vandaag in een persoonlijke reading naar voren. Laat je niet leiden door je angsten, zegt Konijn. Neem die sprong en werk daarin samen met je gidsen. Time to collaborate. Mieren zijn bouwers en die bouwen dus echt aan hun leven. En dat doen zij dus. Die bouwen aan van alles. Je ziet ze altijd met allerlei dingen zo, soms zo sjouwen. Vroeger ging dat altijd in de verhaaltjes, toch? Van die mieren met allemaal van die dingen op hun rug zo. Bouw aan jouw leven en geef dat de tijd. En dat gaat zich dus nu meer openbreken voor jou. Maar neem die beslissing, zodat je kunt gaan oogsten. De maand oktober is gericht op ontvangen, 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 ontvangen. Alles waar je over na hebt gedacht, wat bij jou heeft gespeeld, mag allemaal binnenkomen stromen in jouw leven. Maar daar moet je wel voor openstaan. Nou, als je meer informatie wil over persoonlijke readings voor jouw persoonlijke tweelingzielenreis of jouw persoonlijke missie, dan vind je alle informatie onder deze video. Als je op de hoogte wil blijven van mijn video's, dan druk dan even op het abonneren. Ik doe zo, maar volgens mij zit het ook hier, zo in de hoek, zo. Op abonneren, het belletje, want dan krijg je ook meldingen dat er weer een nieuwe video online is. En dit is voor mij ook een heel mooi nieuw begin van veel meer video's nog met allemaal mooie kaartleggingen. Dus, jee, er gaat van alles aan zitten te komen. Ik heb ook een community op Facebook, een tweelingzielen tarot groep. Daar kun je lid van worden en daar delen we heel veel ook over onze eigen reis. Ik ga er regelmatig live in om dingen live om dingen te bespreken over mijn eigen reis. Dan kunnen we allemaal met elkaar delen, op elkaar reageren. En het is zo leuk, zo leuk. Tot snel!